De benzineprijzen bij olieleverancier Zal worden mogelijk verhoogd. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft echter nog geen bevestiging van een verhoging gegeven. Dit zegt de voorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, Sirogeni Yanki. Yanki zegt dat het haar niet zal verbazen als er daadwerkelijk een prijsverhoging wordt doorgevoerd. Wij horen ook een beschikking te krijgen van die prijzen. Dat hebben we niet gehad. Maar het verbaasde mij niet, omdat de prijzen worden vastgesteld aan de hand van de koers van de centrale bank. Ja. De centrale bankkoers is al bijgesteld, de maandbreed althans, de koers van de centrale bank is ook al bijgesteld op 21. Ja, okay. Ik vermoed, en de wereldmarktprijs is ook gestegen. Dus het kan één van beide zijn, of de koers of de wereldmarktprijs. Misschien zou je minister Walder deze vraag kunnen stellen, want ik weet niet wat de reden is. Op het moment dat wij Yanki spraken, wachten zij nog op een bericht van het ministerie. Minister Saskia Walden heeft ontkend nog bevestigd dat er een verhoging komt. Op sociale media was er vanaf vrijdag een discussie over de mogelijke prijsverhoging van benzine.